Ja, dank u wel, voorzitter. Nou raak ik toch een beetje in de war, want meneer Bussoff die heeft het over draaien. Daar waar ik als woordvoerder namens mijn partij aangeef dat het nog steeds onze inzet is om het eigen risico volledig af te schaffen. En nou komt meneer Bussoff hier zelf met het voorstel om er 100 euro af te doen. Dus degene die veranderd is van standpunt, dat lijkt me toch de heer Bussoff, die niet meer is voor het volledig afschaffen van het eigen risico, maar 100 euro eraf prima vindt. Dus dat het 285 euro wordt, wat voor veel mensen toch niet op te brengen is. Voorzitter, daar wil ik wel eventjes de tijd voor nemen om op te reageren. Namelijk dat ik denk dat het belangrijk is dat wij hier in de politiek niet te veel grote woorden gebruiken die we niet waar kunnen maken. Ik denk dat we de afgelopen dagen ook hebben gezien dat dat heel veel teweeg brengt bij mensen die rekenden op politieke partijen. Omdat ze hele grote woorden hadden gebruikt over wat ze wel niet zouden doen en dan niet zouden leveren. En ik denk dat het niet verstandig is om dat als volksvertegenwoordigers te doen. Ik denk dat het verstandiger is om een voorstel te doen wat ook politiek haalbaar zou moeten zijn omdat het financieel gedekt is. Ik denk dat heel veel mensen in het land smachten op een voorstel dat financieel gedekt is en dat dus ook haalbaar is op korte termijn. Ja. En precies dat is dit voorstel. Dus als mevrouw Agema zegt, ik wil heel graag van het eigen risico af, dan is dit de eerste stap, concrete stap, met een goede deugdelijke dekking die we kunnen zetten om in 2025 dat eigen risico te verlagen. Dus ik reken op uw steun, net als al die andere mensen. Ja, dank u wel, voorzitter. De heer Bussoff gaat ervan uit dat een eigen risico van 285 euro, bovenop die eigen betalingen, bovenop die al die zaken die het pakket uit zijn, eigen betalingen, het te doen is voor zoveel mensen met een nee, lager inkomen, die zich nu niet laten doorverwijzen, dat dan ineens doen. Lijkt me niet, voorzitter, het is bijna... Je zou bijna om moeten lachen als het niet te pijnlijk is om waar te zijn.